Hier heb ik een chronologisch tijdspad van de gemeente Westland, waarin ik de ontwikkeling aangeef van de glastuinbouw. De glastuinbouw heeft zich langzaam ontwikkeld tot een grote concentratie van ongeveer 2500 hectare. En wat we daarbij zien is dat het van heel kleinschalig en open landschap eigenlijk is ontwikkeld naar een agro-industrieel kassenlandschap, waar een opeenhoping van kassen eigenlijk tot de gesloten kassenzee volgt. Het geeft echt een heel industrieel karakter aan het gebied. En wat we tegelijkertijd zien is dat gedurende de afgelopen decennia ook de verstedelijking heel erg is toegenomen. En daarin is dus eigenlijk nu een spanningsveld ontstaan tussen enerzijds het economische belang van de glastuinbouw en aan de andere kant het ruimtelijke, maatschappelijke belang van de mensen in de Randstad, die dus veel meer behoefte hebben aan ruimte voor water, groen en recreëren. Waar ik eigenlijk op wil inzetten is op een nieuw zelfvoorzienend watersysteem. Dit watersysteem moet eigenlijk bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het Westland. Het nieuwe watersysteem wil ik eigenlijk inzetten als drager om de belevingswaarde van het gebied te verhogen. En daarbij heb ik als uitgangspunt genomen dat het een zelfvoorzienend watersysteem is, wat heel erg goed past bij het karakter van het gebied zoals het vroeger ook functioneerde. Een deltagebied in de Randstad. Hier heb ik even de problematiek geschetst. Zoals het nu is, is het Westland afhankelijk van water dat komt uit de Haringvliet en hier in het Perielse Meer. Het is heel erg gefocust op water van buitenaf. En aan de andere kant is het een heel groot probleem om het water goed te kunnen bergen vanwege het grote glaslandschap. Wat ik daar aan wilde doen is dus op basis van historische en cultuurhistorische karakteristieken, dus een koppeling maken tussen de cultuurhistorie en een nieuw watersysteem. Aan dat watersysteem wil ik dan, zoals ik hier eigenlijk heb laten zien in de situatietekening, wil ik dus een nieuw robuust groen systeem hangen, waarbij ik dus een nieuw groen-blauw netwerk door het gebied laat trekken, waardoor je uiteindelijk verbetering krijgt van de belevingswaarde van het gebied. Vervolgens ga ik daar nieuwe woningbouwprogramma's aan koppelen, waarin ik eigenlijk wil inspelen op de historische buitenplaatsen die in het Westland hebben gelegen. En daarmee wil ik dus aangeven dat je naast het groen en blauw ook nieuwe innovatieve woningbouwprogramma's kan koppelen aan glastuinbouw. Wat dus heel erg werkt in de vorm van terugleveren van warmte aan de woningen, wat overschot is in de kas, en andersom water dat gezuiverd kan worden en weer teruggebracht wordt in het oppervlaktewater, zou dan de reststoffen van die zuivering zou dan weer terug kunnen leveren naar de glastuinbouw. Dus een wisselwerking tussen glas en woningbouwprogramma's. Ja. Waar we dus op willen inzetten is dus een herstructurering van het glaslandschap. Dus enerzijds heb je nu kleinschalige verkavelingen, maar ruimtekwaliteit betekent ook het toekomstperspectief van de glastuinbouw ook proberen te handhaven. En door die herstructurering kan dus ook die glastuinbouw een nieuwe plek krijgen in dat landschap. Om daarbij aan te sluiten is de infrastructurele verbetering ook heel erg van belang. Waarin dus bij de herstructurering ook hameren op het scheiden van verschillende verkeers- en vervoersstromen. Dus naast het verkeer van wonen willen we ook een apart traject ingaan voor verkeer voor glastuinbouw. En daarnaast zijn er ook nog andere bedrijvigheid binnen dat glaslandschap, wat dus gelieerd is aan de glastuinbouw. Die willen we koppelen aan de doorgaande infrastructuur. Een ander perspectief werpt het licht van innovatieve kassen. Dus we kunnen ook denken aan experimentele kasvormen, gestapelde kassen. Daarmee verdubbel ik of verdriedubbel ik het ruimtegebruik. En kan ik dus meer waarde en waardevermeerdering halen vanuit de glastuinbouw met minder oppervlakte. Mm-hmm. En hier heb ik nog even aangegeven hoe met de historische karakteristiek van
een oud glastuimengebied, toch nog in wezen een soortzelfde structuur kan aanhouden, maar toch ook het glas daarin meeneemt. Hier nog een keer een overzicht van de verschillende stappen. Dus enerzijds het watersysteem, waarbij ik dus groen en woningbouwprogramma's ga koppelen. En aan de andere kant de infrastructuur met aangekoppeld bedrijventerreinen en de glastuinbouw. Hier de huidige situatie en hier een overzicht van alle interventies die daaruit voort kunnen vloeien. In die zin is het innovatief dat ik uitga van een hele nieuwe strategie in termen van greenport gedachten. Nu hebben we eigenlijk 5 greenports in heel Nederland. En waarvan ik uit wil gaan is dat we Nederland meer moeten beschouwen als Greenport Nederland. In plaats van 5 losse greenports die tegen elkaar op concurreren. Ja. En waarbij de centrale functie van de greenport dus eigenlijk op een hoger geografisch schaalniveau komt te liggen. Daarmee creëer ik ruimte om buiten de beperkende grenzen van het Westland zoals die er nu liggen, dus bulkproductie te verplaatsen naar delen buiten de Randstad, waarin dus nieuwe mogelijkheden ontstaan in het Westland om daar ruimte te creëren voor groen, water, wonen en recreëren. Ah, oké, ja. Zodoende kan ik dus die ruimtelijke kwaliteit op gang brengen.